Nou, toen we begonnen aan deze kluscamper wisten we één ding echt heel erg zeker. En dat is dat er heel veel gedaan moest worden aan de alkoof. Eigenlijk dit gedeelte. Wat we in deze video gaan doen is dus de bodemplaat van de alkoof gaan we helemaal vervangen. Maar wil je nou eerst weten hoe je de alkoof kunt strippen? Kijk dan even naar deze video. De belangrijkste tip die ik je wil meegeven, meten is weten. We gaan eerst de alkoof opmeten en dan maken we dus een ontwerptekening. Want wat belangrijk is, is dat de bodemplaat aansluit op de constructie van de alkoof. Want dan krijg je gewoon een solide geheel. Voor de houtconstructie gebruiken we vuren hout. Nou, als je alle maten weet, dan kun je beginnen aan het frame. Wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal latten gezaagd en die dienen straks als frame, want hier bovenop komt een grote houten plaat te liggen. We gaan deze balken straks lijmen aan de ondergrond van de alkoof, want je kunt hier niet in boren en schroeven. En hier tussenin komt dus nog isolatiemateriaal voor de warmte. We zijn inmiddels, ligt het frame erin, dus het is ook gelijmd. We hebben het gelijmd met Polymax. Let wel op, dat heeft een droogtijd van een uurtje of vier. Dus ik ga nu verder met het snijden van het isolatiemateriaal, dus komt hier dus in te liggen. En ik ga beginnen met de bodemplaat. Dit is zelfklevende Armaflex. Je hebt ook Armaflex wat niet zelfklevend is, maar wij hebben hiervoor gekozen. En de reden dat we het gaan isoleren is natuurlijk, heeft een aantal redenen. Eén is dat hij het condens tegenhoudt. Het is geluidswerend en het zorgt natuurlijk voor de warmte. Nog een tip, probeer luchtbellen te voorkomen tussen het Armaflex en de buitenplaat, anders kan er condens ontstaan. We gaan beginnen aan de bodemplaat. Dus de bodemplaat die komt dus in de alkoof. Dus we hebben de lattenbodem en de isolatie ligt er nu in. Ik ga dit weer proberen in één geheel te maken voor de constructie en ook dat ik zo min mogelijk naden heb. Lukt het nou niet om in één gedeelte te doen, probeer het in ieder geval in zo groot mogelijke stukken te doen. Niet allemaal kleine stukjes. Wij gebruiken hiervoor multiplex, 12 mm. Ja, komt u maar. Nou, de bodemplaat ligt inmiddels. Het is altijd een beetje passen en meten om hem waterpas te krijgen, omdat er juist in deze alkoof best wel veel hoogteverschillen zitten. Nou, hij ligt nu, dus ik ga hem vastschroeven. We gaan de bodemplaat vastkitten aan de zijkant. We gebruiken daarvoor acrylaatkit, omdat dat overschilderbaar is en het is flexibel. De bodem ligt er nu helemaal in. Wil je het nu echt netjes afwerken, dan kun je er nog voor kiezen om met naaldveel te werken. Naaldveel is juist heel erg bewerkelijk en kan dus makkelijk gebruikt worden in hoeken en gaten. Heb je nou de smaak van het klussen te pakken? Ga dan naar nkc.nl. Daar vind je namelijk nog meer tutorials.